Wat gaan we doen, Tim? Ja, de Dijlse maar weer ophalen. Dat is de laatste rit. Hey Tim, waarom klinkt hij zo gek? Hij mist een cilindertje. Moeten we straks eerst even kijken. En thuiskomertje, we gaan even sliks op doen achter. En dan kunnen we wat beter gaan glijden, Tim. Rijdt hij nog een beetje, Tim? Hij heeft een beetje weinig vermogen. Ik zit of in een 2 of in een 3. Op zich vind ik nog best wel aardig door een keer rijden. Ja, maar dat is ook echt alles wat hij heeft. Dat gaat het gewoon op. Daar zo. Ik denk dat we gewoon meenemen met bij de kolen erop gooien, toch? Ja, dat is makkelijker. Super! De auto maakt een ander geluid als de deur open is en als die dicht is. Net ging die nou niet meer, maar net ging die extra tikken. Ja, hou maar, Hij zit dicht. Ja, super. Agressie eruit. Ja, wel een beetje. Wat gaan we doen, Tim? Mijn klauwen verbranden aan een heet blok. Hij kan dan niet meer warm worden na mijn 2 cilinder. Oh, hij is zeker warm. Auw, mijn vinger! Ja, gebeuren. Lul, zo. Nou, die motorkap is ook komen. Daan, wat vind je ervan? Ik vind het een goed plan. Oh, joh. Mijn auto! Wat, jouw auto? Lakkut. Nee, mijn auto! Ik heb nog geen cent gehad, dus het is mijn auto. Wie ernaast staat, die Tim? Hier. Soft open. Nou. Ik heb nog te veel liefde voor deze auto om helemaal te slopen. Nou, die liefde ga je wel voor kwijtraken, denk ik. Denk je? Dat denk ik wel, ja. Ja, oma, dat is goed. Ja, hij heeft wel weer lekker rood motorlampje. Zie je er weer goed uit vandaag, Jesse? Dankjewel. We hebben het blauw in de dit gaat glijden, jongen, die steekt af. Stuur even jatten, hij heeft wel een echte sportstuur. Hij is een van de buiten ook, mate. Ik heb hem al. Als ik wat assistentie kan krijgen, dan kunnen we even Formule 1 pitstopstel. Ik heb een camera in mijn hand. Ja, maar hij niet. Ik doe mee. Kijk, als jij hem nou wegpakt, dan zet hij die nieuwe erop en dan druk ik vastdraaien. Ja, precies. Hey, de tijd loopt, met trappen weer snel. 2 days later. Ik mag hopen dat als jij 4 banden moet doen, dat wordt een lange pitstop. Ja, nee, het ligt ook aan mij hier ook. Ja, daar heb ik gekregen, hoor. Je moet draaien. Het zijn moer, hè? Geen buiten. Kijk, ja, draaien, ja. Volgende week. Yo, laten we zakken. Wat voor deuk zit jij op te zeiken? Deze. Ja, ga jij er eens bovenop leggen, Jesse? Wat geleverd dan? Ja, het is echt wel heel rat direct dit dag. Ga er bovenop staan anders. Ja, hij gaat niet door dat plaatmateriaal heen, jongen. Dat is ook niet. Weet ik zeker dat die is? Ik heb geen idee welke het is, dus ik haal ze er allemaal uit. Verstandig. Sterker, is dit jouw handtekening? Ja. Ja. En die? Ik heb nu alleen wat nodig om... Alex. Au, fuck, ik tering, dat heet. Klootzak. Tuurlijk. Het is echt heet. Ja, hij is echt warm. Laat me zien, Tim. Ja, ze zien er allemaal heel slecht uit. Wacht even, zelf stellen. Ja, ze zijn gesmolten en alles.
Maar je wil hem niet echt scherp stellen. Maar dat is warm. Oh ja. Ja, dat zijn heel warm. Deze is nog oké. Want deze is wel gesmolten. Auw, een beetje warm. Dit is denk ik het grootste probleem, deze. Die golf. Oh, dat zijn wel dikke dingen. Gewoon radio. Het helemaal niks weg. Het lijkt me gewoon leuk om een keertje de heftruck gewoon hier te parkeren. Laten we het proberen. Ja. Als die afklikker nog nodig of niet? Ja, maar anders komen we niet door de keuring. Deze niet, toch? Stop! Hey, een blinker! Wat valt hij nou af? Heel rij maar! Ga er komen! En ik kreeg de kofferbak niet open! Daar gaat die deur eruit! Aan de kofferbak! En naar de achteruit, laat hem vallen! Oh, daar gaat hij weer. Even kijken of die er open gaat. Gaat er open dan, of niet? Ja, wacht even. Wacht, hier maar hier, man. Ja, ja. En een gangetje, dat werkt beter. Die ruikt wel. Ja, dat vind ik wel. Ja, nog één keer. Kijk, daar is het lekker. De raket is zo even anders. Pak het lekker. Ja, maar Alex is ook lekker, jongen. Ik zei tegen hem, je moet even op mijn wijf lopen. Wat doet hij? Hij loopt gewoon letterlijk op mijn wijf af. Jij hebt mooie laarzen. Wat is je nummer? Ik denk dat wij even door moeten gaan. Zij zullen die wijven tegen elkaar. Hey, hoe komt dat? Dit? Ja, wat is dat? Ik kreeg de kofferklep niet open. Dus die spek die zegt, oh, moet ik even handje helpen? Dus die, ja, met de heftruck, weet je, ja, hij is open. Van vandaan aan. Oh ja. Slikstanden. Ja, die deuren moeten er vanaf. Dat is. Dat scheelt weer gepikt. Gewoon achteruit rijden. Ja, ja. Er moet ook nog mee gereden worden, hè? 3, 2, 1. Kut. Gaat met een duct tape. Hey, pak garage beunenkoot denk ik niet aan. Ja joh, en dek monteren. En die slaat er echt niet zomaar doorheen, hè? Je zou ook die BMW gerepareerd. Ja, 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 zo doe ik dat altijd. Nou, waar staat de witte bougies? Ja, best. Moet je even vast draaien. Met alle gekke dingen die zijn gebeurd, ben ik een buisje kwijt. Je ziet gewoon wel kapot. Of die snel is, dat weet ik niet. Hij weet het wel. De telling. Is jij mag niet naar achter met de kleine jongen! Hij speelt de homo verkeerd. Als je bij zwaar gewicht bent, gaat het plezier. Je trapt niet. Dat moest je zien. Nou kom ik niet meer naar de keuring kussen. Ja, ja, maar nou wel, naar symmetrisch. Maar nou zo lang. Zo ben ik er ook wel weer, hè? Ja. Even de Bulgaarse reserve sleutel. De Bulgaarse. Hebben jullie een hamer? De Bulgaarse. Ik moet even dit ding weg. Als jij hem zo vasthoudt, dan trap ik er tegenaan. Doe het zelf. Maar dat vertrouw ik. Gaat goed. Ja, kom op. Ja, ja, hoppa. Hier, hou even. Dat klepje dat zit erbij. Nou, gaat hij vliegen, joh. Een beetje racebenzine erin. Schijnt dat je er suiker in doet, dat dit lekker gaat lopen.
Toch lichter. Ah, dit is eigenlijk veel makkelijker. Dikke loper, zonnetje. En met op 3 cilinders. Oh, dat klinkt wel. Dit, hey Jan! Hey, daar moet geen baby in. Volg nu Jan. Hij moet nog maar gereden worden, hè Jan? Ja. Ja, nu rijd ik Jan. Ja, doe maar. Rest is? Hij zit dicht. Lekker Tim. Heerlijk. Zullen we gewoon een rondje gaan? Hij is in principe verzekerd. Hij is verzekerd. Ik weet niet of hij de weg wacht. Nou, we gooien eens om inderdaad. Oh my god! Hij moet nog een rooien. Smeerpijp. Wat loopt er zo aan, joh? Je lampje blijft aanstaan. Het lijkt me of er een deur open staat. Nee, joh. Nee, denk ik maar niet. Nee, hij zit dicht. Nou gaat hij niet zo hard meer, zeker? Ja. Dan tegen zo'n ding aan. Het was ook nog een rondje eigenlijk. De deur staat nog open. Ja, die andere ook. Kut. Ik denk dat er wel een beetje olie in moet. Een beetje olie in gooien? Ja, bel die gast is dat er een beetje olie moet komen. Jij hebt het even. Oh ja. Nou, be right back, guys. Daar, hier. Hij is nou al naar het onder. Leo. Ja, die zijn ook allemaal gek. Ja, die is ook een beetje zonnetoon. Die zijn ook allemaal een naam aan, hè? Koelt die extra. Die ruikt wat dat is. Nee, ja, ik wil hem nou neerdruimen, dat gaat niet meer.
Ik ga hem straks op marktplaats zetten van een oud vrouwtje geweest. Hoe groot is de kans dat biertje? Hij gaat even naar de markt, even die dingen vastlassen. Deuren. Wat zijn wij? Nou, hup, trekken. Hier. Hoe trekken die eruit? Oh, kijk uit. Hé, die hebben we nog nodig. Hey, hebben jullie toevallig nog zo'n hendeltje om je raam open te draaien? Ja, tuurlijk. Hier. Ik ben de mijne kwijtgeraakt. Ja, ja. Ik kan het weer even redden, jongens. Hoi. Dat is een mooi huis. Oh, achterlijke gladion, dat je bent, hoe kut zeg! Wat zei je al, hè? Vingers tussenuit. Voordat hij zei, van stil tegen, maak je uit. De kava smelt bijna weg, man. Lijkt het alsof er allemaal mensen op gelopen hebben. Wat zeg jij nou? Het lijkt een beetje alsof er mensen op gelopen hebben. Dat kan niet. Ik had in de garage gestroomd. Ja, dat is wel een oud vrouwtje geweest. Hij sloopt hem niet, die lak is zo mooi. Ja, dat is de enige mooie paneel die nog op die auto zit. Wat? Deze? Ja, die ja. En klaar. Wat? Ik wil het deze zelfs, hij valt uit de sessie. Dit is vol als in z'n één, hè? Ik had een tik in de... Uh-oh. Nou, neem maar even uit, want dit is niks. Je ziet het. Ja, maar start dan niet meer. Oh ja wel. Hey, Lik. Ja, het water zit eruit. Ja joh. Hé hey, Jan, kom maar, Lek. Hoezo, maakt het niet uit? Dan moet je nou gaan en dat is het laatste rondje, want het water loopt eruit. Dan moet jij het op de weg rijden en dan moet je volgens hier op de zijde. Ja, laat maar zitten. Ja, kooi je er wel. Kom maar, hier. Vanaf de weg. Dat was snel, want er zijn niet veel water meer in, denk ik. Hier, mag ik eens, kijk uit. Jullie zijn in de beeld. Kut. Dan zet ik hem in de beeld. Wat is er aan de hand? Ja, ja. Ik zat erin en denk die gaat branden hoor. Koppeling. Hey, jij gaat zelf lekker douwen joh.
Ja, dat was het dan. Ik denk dat het best wel gaat. Ik denk dat het wel gaat. Ik denk dat het wel gaat. Ik hij zit vast. Klaar. Ja, door dan. Ja, door. Die uitlaat is warm. Dan lijkt hij helemaal veel verhaal. Ja! 3, 2, 1! Ja! 3, 2, 1! Hey, hij wil hem even zo met die duim. Ik heb een goed idee! We doen iets van ons haar ook. Vast haar, dan gaat Luc thuis met zijn doortje, trek je hem zo weer erg. Ja, waarom trek je hem dan niet vanuit de achteras? Ja, dat is veel leuker. Aan de achteras. Maar hij is spanman niet lang genoeg voor, denk ik. Oké, dat is een veldplan. Wat gaan we doen? We gaan hem nou een spanmandje aan het eind van die auto en die achteras gaan vastbinden. En dan gaat Luc met die Dodge. En dan hopen we eigenlijk dat die auto zo weer goed klapt. Voorover. Ja, voorover, zo weer boem, zo weer op zijn wielen. Dat is een beetje het idee. Maar even kijken hoe het loopt. Thuis halen. Dit deden wij precies. We gaan een tweede poging doen. Ja, derde poging eigenlijk. Ja, maar dan gaat het gewoon buiten gewoon. Ja, dit wordt echt een top idee. Wat? Nee, de top idee dat was al lang geleden vergeten. Tim, we kennen het dadelijk. Van dat je auto's erin komt. Ja, ik vind het echt treurig. Kijk. Ik vind het leuk om het eerst vanaf onder te zien. Ik kan hem niet gewoon terugkantelen. Ja, wel. Maar? Is niet leuk. Nou, dan gaan we af hoe lang duurt voor de politie hier. Hij zit er nog. Leuk, ze hebben. Daar gaat hij. Ik kijk hem langs opbouwen, de maat van de jaren. Ik ben niet zeiken, we zitten wel een plekje op. Hier ook. Dat is een auto met werk. Oh, met die zieken er best mee driften. Zeker. Hallo. Ja. Kijk, Hatsu. Ja, maak even. Daihatsu. 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 Ik ga zo niet doen. Dat is dikke wagen. Ja, gaat, ja, dat gaat. Dat is een tractiecontrole gaan, denk ik. Hey Tim. Wat zou je nou doen dan? Ja, op zich wel nodig, denk ik. Super dit. Mooi ding.
Ja, de 1 zit op de plek van de 2, de 2 van de 3, de 3 van de 4 enzovoort. Heel raar. Ja. Wat ben je nou allemaal aan het doen ja, dan? Ja, dit is de startmotor, hè? Hey. Gauw! Nee, wat hebben we? Mitsubatsu! Nee? De Daihatsu op de Mitsubatsu! Nou, we allemaal aan de bank. Niet die bitch! Easy peasy! Nou, als we een beetje de snelling naar de wind houden, dan. Aan de kant. De kant. Ja, ik kan niet sturen, hè. Ja, dat maakt niet uit. Nee. Hij zet nog het stierslot. Hij tikt niet eens. Super, jongen. Ik kan motor worden. Je auto is stelen bedoel je. Ja. Meter. Tip. Yeah, Tim!